Donderdag gebeurde een verkeersongeval op de Kakernanweg in Postert. Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 8:30 ter hoogte van de Nieuwe Holsterweg. Op die plek is onlangs een vlugheuvel aangelegd omdat hier al dukker ernstige ongevallen plaatsvonden. Toch verleende de bestuurder van een personenauto geen voorrang en ging het alsnog mis. De wagen werd in de flank geraakt. Bij de bestuursters zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Volgens een woordvoerder van de politie leek het gelukkig met te vallen met het letsel. Beide auto's zijn flink beschadigd geraakt door de klap.